Remco Tijnenburg, vooraf teken je misschien voor een 3-3, maar zo'n gelijkmaker in de blessuretijd doet zeer. Ja. Ja, dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Dus voor mij is het even van het veld naar de kleedkamer schakelen. En dan eigenlijk het positieve maar weer inzien. Ook naar de jongens toe, vooraf tekenen we ervoor. En nu is die zuur. Ik denk dat we recht hadden op meer. Maar goed, dat hebben we niet. Je speelt een prachtige eerste helft. Hè? In de eerste helft van het seizoen was het probleem vaak doelpunten maken in die eerste 20 minuten waar je de bovenliggende partij bent vaak. En nu lagen er 3 in. Ja, nee, maar goed, we hebben ook iets met poppetjes geschoven. Ook de afgelopen weken gehamerd op van waar ligt nu jouw kracht, waar ligt nou deze kracht. En op die manier krijgen we dit nu, dus dat is lekker. Met welke poppetjes heb je geschoven? Nou, Sammy speelt graag op links. Die staat nu op rechts. Ik denk dat dat scheelt. Daardoor staat Cem onder de spitsen. Die op zoek is naar de steekbal. Die graag in de ruimtes voetbalt. En daardoor heb je met Jelle op links en Sammy op rechts. Heb je gewoon diepgang. Wat het ook gewoon voor de Achterhoek lastig gemaakt. Dus daar hebben we mee geschoven. En dan heb je Frank van der Hoorn weer naar achteren gehaald. Ja, een beetje noodgedwongen ook. Luca geschorst. Hij wil toch voetballen achterin. En dat heb je met Frank. Ja, want ik wil zeggen, daar heeft hij een goede wedstrijd gespeeld vandaag. Zeker weten, zeker weten. En nog niet eens alleen aan de bal. Ook gewoon daar staan op de juiste momenten. Duels winnen op de juiste momenten. Dus Frank heeft dat prima ingevuld. Dan was er nog een verrassing op het lijstje. En dat was je keeper, Daniel Voortak. Die kwam een beetje voor mij onverwacht. Daar hoor ik dan wisselende dingen over. Voor mij was het niet onverwacht. Niet dat Jochen het niet goed heeft gedaan. Hij heeft ons geen punten gekost, maar hij heeft ons ook geen punten opgeleverd. En uiteindelijk moeten we een keeper hebben die ballen tegenhoudt op juiste momenten. En daar is Daniel goed in. En we hebben gewoon 3 goede keepers. We hebben Wouter, we hebben Jochem en we hebben Daniel. En als dat gewoon iets... even niet aan de verwachtingen voldoet, dan vind ik ook wel dat je iemand een kans moet geven. Dus vandaar deze move. Was je tevreden over Daniel? Tot 2 minuten voor het einde was ik tevreden. Ja, hij was nog wat onzeker in het begin. Er was overigens de keeper aan de andere kant ook. Ja, maar kijk alleen maar naar mijn eigen team. En dan kijk, hij pakt ook 1 of 2 goede ballen op het juiste moment. Dat weet ik dat hij kan. En Hiro... dat is zijn nadeel. Hij gokte over de bal op de muur en je moet eigenlijk nooit gokken. Dus je zag hem stappen naar links en de bal kwam aan de andere kant. En dat is jammer. Nou, sta je gelijk die tweede helft, begin van die tweede helft, zwaar onder druk. Dat was natuurlijk te verwachten. Daar heb je je ploeg waarschijnlijk ook op voorbereid. Maar je hield het wel heel lang vol, hè? Nou ja, kijk. Dit is het mooie. Wat wij nodig hebben is strijd en passie. En die hebben we 85 minuten gegeven. Dus niet de laatste 5 minuten, maar de eerste 5 minuten niet. En dan was het nog een beetje mak aan. En dan krijg je ook gelijk die goal tegen. En daarna is het vol met strijd. Dus we zijn ook met 2 controleurs gaan spelen. Dat gaat dan ook beter. En dan, hebben we het lang volgehouden. En vergis je niet, er loopt daar spits in die... paar jaar bij Lisse heb gespeeld, lopen middenvelder in die bij VVSB heb gespeeld. Dus er lopen routine zat in, die geheid zat zijn. Die onze verdedigers gebruiken om te draaien en te kantelen. Dus een compliment voor onze gasten. Ja, zeker. En dan heb je ook nog een hele jonge scheidsrechter, die was pas 24. Oké. Nou ja, goed. Jonger dan heel veel anderen op het veld. Niet veel jonger dan onze groep, hoor. Maar goed, weet je, kijk... Was het een vrije trap? Was het daarvoor geen hensbal? Ja, die hebben wij nog niet mee. Dat soort dingen. Maar goed, daar moeten we niet naar kijken. Weet je wel, we hebben gewoon... ik heb tegen de jongens ook gezegd, kijk naar de positieve dingen. Als we vooraf, wat je net ook al zei, hier 3-3 hadden we getekend. Nu is het even balen. Maar de jongens hebben gezien dat als ze zich aan de afspraak houden en strijd leveren... Dan kunnen wij ver komen. Hoeven we voor niemand onder te doen. Dit is de eerste helft van het seizoen hebben we dat gezien. En dat is nu eigenlijk weer. Of in ieder geval zo zijn we gestart. Dus daar ben ik blij mee. En daar gaan we op verder. Smaak naar meer. Zeker weten. Okay. Dankjewel. Graag gedaan.